Het is een tijd geleden dat hij uit onze fusie is geweest. Studenten van het huis aan de Hartensteeg, waar Bleider eigenlijk nog steeds woont, leveren hem af bij platenwinkel Velvet. Daar kwam hij ook regelmatig over de vloer. Deze is dan voor jou. We raakten in contact met de studenten waar die woonden. En toen leek het ons een goed idee om hem nog één keer voor de allerlaatste keer hier in de winkel te hebben. Maar in de winkel hebben ze bij de kassa wel wat uit te leggen aan de klanten. En hij zat hier of in de kroeg of in de bierwinkel. Dus hij haalde de Telegraaf en Westnieuws en SBS6 had erover. En toen werd hij doodgereden. Online is het gaat het als een tierenlier, zijn mensen ontroerd. Hier in de winkel weet ik het nog niet, maar hij ziet er een beetje verfomfaaid uit. Dus ik weet niet of mensen het beestje echt nog het lieve beestje vonden zoals die vroeger was. Niet zo gek, want Bleider ligt dan ook al 5 jaar op de bank in het rokerige studentenhuis waar hij ooit liefdevol werd opgenomen. Deze is eigenlijk op zijn door zichzelf, door die Facebookpagina en doordat hij zo leuk was in de buurt, is het een hele bijzondere kat geworden. Ja. En respecteren we dan een soort van door hem altijd op zijn plekje te laten liggen. Hij durfde alles. En ik denk dat dat wel juist is. Ze had ook de bijnaam Danger Cat. En ik denk dat dat een goede omschrijving is. Hij deed en durfde alles. Een soort Sylvester Stallone.